385.000 Nederlanders wonen op een plek waar niet, zelfs bij een levensbedreigende situatie, binnen een kwartier een ambulance kan zijn. Bedenk daarbij nog dat 4 op de 10 medewerkers van de ambulance zich emotioneel uitgeput voelt door het werk. En dat 1 op de 3 overweegt ander werk te kiezen. En dan weet je dat hier echt iets aan de hand is. Ik heb laatst nog een bosje bloemen gebracht bij mevrouw in Spijkenisse, die met haar moeder 4 uur heeft moeten wachten tot de ambulance kwam. 4 uur. Kun je nagaan hoe ongelooflijk frustrerend dat is. En ik kan je verzekeren, de medewerkers zelf zijn er ook helemaal klaar mee. Ambulances komen steeds vaker te laat, omdat ambulanceposten, spoedeisende hulp, gesloten wordt vanwege de marktwerking en de concurrentie. Daardoor moeten ziekenhuizen die posten met slechte bedrijfseconomische resultaten sluiten. Maar het gevolg is minder ambulances en minder vaak op tijd. Daarom is mijn boodschap aan het kabinet: luister alsjeblieft naar de roep van de medewerkers van de ambulance. Wees niet blind voor de problemen die er zijn op heel veel plekken in het land. Zorg dat regionale ziekenhuizen met elkaar kunnen samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. Let wel, als jij ziek wordt of iemand die je lief hebt wordt ziek, dan wordt al het andere compleet onbelangrijk. Dan wil je er zeker van zijn dat er hulp komt.